Hey, toppers, Manifestation Junkies, zijn we weer. Het is alweer vrijdag. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Kim met de Kom podcast. Vandaag met gelukkig veel minder wind en een lekker zonnetje. Nou, de aanleiding van een heel lekker gesprek wat ik had. Een heel lekker gesprek. Het begon met een heel enthousiast bericht. Met een van de Bali Babes, haar recente Bali Babes. Zij stuurde namelijk, Kim, het is zover. Ik heb mijn eerste traject verkocht van dat nieuwe wat we hebben besproken. Wat eruit is gekomen, wat echt de big epiphany was voor haar van het Bali Retreat. Zij verlangde zo naar simpel. Ze verlangde zo naar eenvoud. Ze verlangde zo naar focus. En ik geloof zo in simpel. En de doorbraak, wat het voor haar mocht zijn, die kwam er niet. Totdat wij tijdens de tweede excursie in de bus naar Ubud zaten. In het busje naar Ubud en de taxi naar Ubud. En zij kwam naast me zitten en we sparden. Volgens mij was het zelfs op de terugweg, het was laat. En toen zijn we erover gaan sparren. En ineens was daar de doorbraak. Ik weet nog dat ik tegen haar zei, ik zeg oké, en waarom? Waarom niet dit? En waarom niet alleen dit? En haar reactie was, dit is het. Als ik daaraan denk, word ik daar zo gelukkig van. En daarmee kan ik makkelijk meer dan een ton realiseren per jaar. En that's it. En het klikte. Maar het klikte voor haar. Snap je? Ik kan wel iets aandragen, maar als het niet klikt voor jou, dan werkt het niet. En het klikte voor haar. Het kwam zo binnen. Ze voelde het. Ze zei letterlijk, er valt zo'n last van mijn schouders. Dit is het. En je zag er gewoon echt, she lights up. She lighted up. Het was echt amazing om te zien. En het was laat. We waren moe. Maar dit was echt gewoon een amazing moment. Ik vergeet dat moment ook niet meer. Ik vergeet niet meer hoe ze keek. Ik vergeet het gesprek niet meer. Dat was fantastisch. Nou, het hebben we recent contact gehad. Na het Bali Retreat. En het was voor haar een behoorlijke price increase. En dat vergt natuurlijk ook behoorlijk wat. Hoe zou ik het zeggen? Het is een uitdaging. Hè? Belemmerende overtuigingen komen naar boven. Ego gaat opspelen. Heel normaal proces. Op het moment dat je de keuze maakt om full focus voor één ding te gaan. En een enorme uplevel maakt qua prijs. Het hebben we gespart. Want het was gewoon even wat moeilijker. En dat heeft toen heel veel gedaan. Heel fijn gesprek gehad. En ik denk nu, wat zal het zijn? Anderhalve week later, misschien nog. Ja, ik denk anderhalve week later. Stuurt ze vandaag een berichtje. Kim, het is gebeurd! Mijn eerste traject voor dat nieuwe bedrag is gewoon verkocht. En het ging zo makkelijk. En die persoon wilde het zo makkelijk en graag betalen. En ik was natuurlijk heel enthousiast, reageerde meteen. En ze zei, ja, want het is zo'n bevestiging van mensen willen dit betalen. Ik ben dit waard. En ik vond het zo mooi hoe ze het omschreef ook. En ik merkte aan haar energie dat ze het helemaal voelde. En oké, waarom deel ik dit? Omdat ik een punt wil maken. En dit is ook een huge iets wat ik teach in de Six Figure Academy. Het is überhaupt een huge iets waar ik in geloof als business coach. En dat is hoe simpeler jij je business maakt en hoe simpeler jij je business runt, hoe succesvoller die business zal zijn en hoe moeitelozer het zal voelen en hoe sneller die succesvol zal zijn. En nu merkte ik, gisteren kwamen er namelijk 's avonds nog last minute behoorlijk wat aanmeldformulieren binnen voor de Six Figure Academy. En ik was die aan het doornemen en onder andere eentje sprong eruit. En dat zat hem in. Een van de vragen die ik onder andere stel is. Ik weet niet precies hoe die is geformuleerd. Maar in ieder geval, wat ik wil weten wat iemand zelf denkt. Wat hij nodig heeft om daar te komen waar hij naartoe wil. En het was het antwoord. Het had alles te maken met zichtbaarheid. Maar vooral heel erg marketing. En er werden er 5 kanalen genoemd. En alleen al door het lezen werd ik overwhelmed. Dat ik dacht, holy shit, je hebt nog niet echt iets opgebouwd en je wil nu al all over the place. En ik snap het, want ik was in het begin ook zo toen ik startend was. En op dat moment heb ik dat ook allemaal gedaan. En ik heb zo ontzettend veel geleerd het afgelopen jaar. En juist het moment dat ik
overal mee stopte en full focus voor één ding ging. En of je nu al een reeds succesvolle business hebt. Nou ja, het is er gewoon wat jouw definitie van succes is. Maar of je nou al iets hebt opgebouwd, business-wise. Hè, er staat al een bepaalde omzet. Het gaat lekker. Of dat je startend bent. Dit geldt voor iedereen. Jezelf altijd de vraag stellen. Hoe kan dit simpeler? Op alle vlakken. En toen ik mezelf die vraag stelde. En vooral het stukje. Ik merkte dat ik alles half deed. En ik merkte dat ik continu overwhelmed was. En ik merkte dat het totaal geen effect had. Hè? Ik boekte totaal geen resultaat. Toen heb ik alles losgelaten. Nou, als je mijn verhaal een klein beetje kent. Ik heb dat vaker gedeeld. Dan weet je dat ik alles heb losgelaten. En full focus voor mijn podcast ben gegaan. En tot de dag van vandaag. We zijn om 5 jaar verder. Doe ik dat nog steeds. En daarnaast Instagram. Omdat ik dat een tof kanaal vind. En daar zit mijn grootste focus. Mijn podcast hoofdfocus. Vervolgens Instagram. En daar kan ik lekker connecten. Ook met de mensen die mijn podcast luisteren. Ik vind gewoon. Nou ja, hopelijk luister je. En hebben we wel eens contact gehad via DM. Zo niet. Het lijkt me leuk om met je te connecten. Dus stuur vooral een berichtje. En dat heeft me een ton opgeleverd. Vrij snel. Hè, wat is de definitie van snel? Dat is natuurlijk een heel subjectief begrip. En snel een ton opgeleverd. En precies diezelfde manier. Letterlijk. Precies dezelfde manier. Heeft me vervolgens 1 miljoen opgeleverd. En ik wil dat die binnenkomt. En één ding wat ik heel belangrijk vind. En wat ik heel duidelijk teach in de Six Figure Academy is keep it simple. En een onderdeel daarvan is dit concept. One product, one avatar, one channel. Nog een keer. One product, one avatar, one channel. En wat bedoel ik hiermee? Kies één product dat je wil verkopen. Een dienst of product dat je wil verkopen. En ja, dit geldt niet voor alle businesses. En ja, er zijn altijd uitzonderingen. Maar over het algemeen gaat dit over focus en all-in gaan. Eén product, één avatar. Een avatar is een ideale klant voor jou. Waar je wil marketen. Hè, die wat jouw ideale klant is. Jouw droomklant noem ik het liever dan ideale klant. En vervolgens één kanaal. En die vind ik zo belangrijk. En bij voorkeur een YouTube kanaal, een blog of een podcast. En waarom niet enkel een social media kanaal? Hè, of dan bedoel ik niet enkel een Instagram of een TikTok. Omdat een podcast, een YouTube en een blog long lasting is. Dat kun je ook zeggen van Pinterest. Maar ja, goed. Ik geloof heel erg in een van die drie. Of je gaat all in op schrijven. Deze tijd, anno 2023, kan ik je wel aanraden om sowieso, als je twijfelt, voor audio of video te gaan, doet het bijna altijd beter dan een blog. Maar als je dat spannend vindt, kun je ook all in gaan op een blog. Ik zou je alleen willen adviseren om zeker ook een audio of een video element toe te voegen. Waarom? Omdat je dan veel sneller vertrouwen opbouwt. En vertrouwen is een van de key factoren waarom iemand bij je koopt. Dus een blog, een YouTube kanaal of een podcast. En daarnaast zou je eventueel een Instagram account of een TikTok, whatever. Maar dat doe je dan voor erbij. Je hebt één hoofdfocus. One product, one avatar, one channel. En dit is iets wat ik jaren geleden al leerde van Russell Brunson. Die zei, als ik iemand coach, dan mag die maar één product hebben. Dat gaat hij vervolgens vermarkten. Hij is helemaal fan van het geven van webinars. Met vervolgens creëert iemand een product van 1000 euro. En vervolgens ga je dat verkopen via webinars. En je mag niets anders creëren totdat je minimaal 1 miljoen hebt gedaan. En dat is altijd bij me gebleven. En alleen al met mijn nummer 1 training Law of Attraction Mastery heb ik tonnen gedaan. En alleen dat heeft me al 1 ton opgeleverd. En vervolgens vond ik het tof om de verdiepingsslagen te maken. En meer op geld in te gaan. Meer op gewicht in te gaan. Self-love mastery dat. En het business stuk doet, vond ik tof. Maar als ik enkel had gefocust daarop. En op het moment dat ik dat hoorde, was ik al bezig met het ontwikkelen van die andere training. Als ik enkel gefocust had daarop. Geloof ik er 100% in dat ik hetzelfde had bereikt. Maar juist de kracht van simpelheid en voor mij ook van alles loslaten. En ook alle manieren waarop je marketing kan doen. En e-mails en funnels en advertenties. En YouTube en LinkedIn en Pinterest en een podcast. En ik kan nog wel even doorgaan. En TikTok. En Facebook. En Instagram. En alles. Je wordt knettergek. Hoe wil je het doen? Alles half doen. 1 keer per week posten op elk kanaal. Gaat het niet worden.
Je kan veel beter één focuspunt kiezen en all-in gaan. En dat heb ik gedaan. En toen ging ik van podcasten van 1 keer per week naar 2 keer per week naar 3 keer per week naar 5 keer per week. En dat heeft mijn business geskyrocket. Eén focuspunt, één klant, één type klant. En dat heeft alles te maken ook met vervolgens met je messaging. En vervolgens één kanaal. En dat is een golden succesformule. En ik geloof daar zo in. Hoe simpeler, hoe beter. En ik stel mezelf altijd de vraag, hoe kan dit simpeler? Want als ik zei al gisteren, ik ken mezelf zo goed. Ik functioneer niet op het moment dat ik overwhelmed ben. Ik functioneer niet als het te moeilijk is. Ik functioneer niet als ik te veel in mijn hoofd ga zitten. En dat zie je meteen terug in het succes van mijn business. Op het moment dat het met mij niet goed gaat en ik zit vibrationeel niet daar waar ik wil zijn om die overvloed aan te trekken en om dat doel te bereiken wat ik voor ogen heb, gaat het hem niet worden. En ik durf met zekerheid te zeggen dat dat voor jou ook geldt. Dus stel jezelf die vraag, hoe kan dit simpeler? En ga eens kijken hoe dit concept, one product, one avatar, one channel, voor jou kan gaan werken. Hoe simpeler, hoe beter. Hoe minder, hoe meer resultaat. Trust me, ook dit zeg ik uit ervaring na heel erg veel geëxperimenteerd te hebben. En hoe heerlijk is het als je met minder doen, meer focus, veel meer voor elkaar kan krijgen. Echt, dit is een gamechanger. Want dan kun je ook creëren dat je er bovenuit springt. Op één kanaal. Dan kun je ook focus creëren. Dan weet je ook wat je messaging mag zijn. Op het moment dat je naar één klant market en één product hebt. En ja, ik weet dat hier vragen over kunnen. En mag ik dan niet? Nou, ik begon met het succesverhaal van een van de Bali Babes. En juist door haar business te versimpelen, zag zij hoe zij moeiteloos, als zij voor eerste instantie natuurlijk haar limiting beliefs aan de kant schoof, en dat is even een proces geweest, hoe zij met vanuit simpelheid, met één product, €125.000 per jaar zou kunnen omzetten. En dit kan iedereen. Maar we zijn zo gewired om moeilijk te denken. En mijn doel van deze podcast, met deze podcast, is om je echt te laten voelen. Het kan simpeler. En even je business onder de loep te nemen en te kijken, oké, waar kan het minder? Waar kan ik versimpelen? En dan kun je altijd kiezen als je een sterke basis hebt staan. Het stroomt, je weet wat je messaging moet zijn. Je weet wie je wil aanspreken. Je weet wat jouw irresistible offer is. En je weet hoe je dat ultiem moet vermarkten doordat je de juiste messaging mastert. Oké, dan kun je gaan opschalen. Dan kun je gaan kijken, oké, ik heb een bepaalde basis. Er komen genoeg inkomsten binnen. Ik wil misschien wel met een team gaan werken, want dat kan ik nu betalen. Oh, vind ik het tof om een ander kanaal erbij te pakken. Zo ga je groeien, maar zo ga je ook effectief groeien. Less is more. Trust me. Alright. Ik hoop dat je er iets uit hebt gehaald. Ik hoop vooral dat je geïnspireerd bent om het allemaal veel simpeler te maken. En om full focus aan de slag te gaan met veel minder. Om vervolgens veel sneller en veel meer resultaten te bereiken. En ik durf met zekerheid te zeggen dat het je zoveel meer headspace geeft, dat het je zoveel meer rust geeft, dat het je zoveel meer vertrouwen geeft, dat het zoveel doet met je vibratie, dus met het gevoel van overvloed. Vanuit overweldheid gebeurt er niks goeds. You got this. Als ik dit kan, kun jij dit ook. En het moet voor jou goed voelen, maar ik kan me niet voorstellen dat het niet goed voor je voelt als het met minder en makkelijker veel meer resultaat kan hebben. Toch? Oké, let me know. En laat me vooral ook weten hoe je het simpeler gaat doen. Want ik ben echt heel benieuwd. Als deze podcast je inspireert, wat doet het dan met je? En wat ga je doen? Wat ga je anders doen? I love it als mensen me feedback geven naar aanleiding van iets wat ik heb gedeeld. Oké, alright. Thank you for listening. Have een ontzettend lekker weekend. En tot volgende week. Bye bye.